Wessel. Gewoon een hele simpele overwinning vandaag. Ja, simpel wil ik niet zeggen, maar ja, goed, ik denk dat we heel goed beginnen. Daarna ja, zakken we toch wat in, maar ik heb niet het idee dat we heel veel weggeven. En, ja, goed, de tweede helft ja, beginnen we eigenlijk weer zoals in het begin van de eerste helft. En maak je een goal en ja, daarmee ben je eigenlijk de wedstrijd op slot. Ja, na Cambuur, dat jullie heel snel achterkomen, heeft gezegd dat nooit meer, omdat jullie nu iedere wedstrijd gewoon vol adem gaan. Ja, zeker, maar het is niet dat we dat tegen Cambuur niet willen. Kijk, ook tegen Cambuur willen we vanaf het begin volle bak erop. Ja, alleen loopt het net iets anders dan dat we willen, maar ja, goed, ik denk dat we dit nu goed doen. Ja, en dan we hebben gewonnen. Dan staat hier voor our sad friend, Jibril. Yes. How are you, my friend? So, I'm good at beat, man. I need to stay strong now. Okay. I went for the operation now, maybe I'm 20. So, het is echt een, ik zou op Insta, iedereen wenst een beterschap. Is het zo'n belangrijke schakel, zo'n belangrijke speler in het team? Nou, ik denk niet dat dat te maken heeft met de status van de speler. Ik denk dat het gewoon toont hoe erg wij als groep ja. zijn. En dat maakt dan niet uit wie dat is, maar zo'n blessure, dat, ja, dat wens eigenlijk niemand toe. En, ja, we weten allemaal, dat zien we met Feyenoord ook, dat het gewoon een hele lange blessure is. En, ja goed, nogmaals, zoiets wens je niemand toe en hij is goed bezig aan een goed seizoen. Dus ja, dat maakt het wel extra zuur, absoluut. Ja, want ik zag ze mede, weet je, eigenlijk ook een familie. Is het ook eigenlijk een familie van dit team? Ja, zeker. Dat gevoel heb ik persoonlijk wel. Ik denk dat heel veel jongens dat hebben. Iedereen kan er gewoon heel goed overweg met elkaar. Er worden wel eens heen en weer dingen gezegd, maar dat wordt ook geaccepteerd. En het is niet dat elke keer uitloopt tot een ruzie of wat dan ook. Dus spreek als iemand wat tegen mij zegt, ik zeg tegen wat iemand anders, ja, accepteren en gewoon doorgaan. En ja, goed, dus zo hoort het in het team. En ja, goed, ik denk dat het team heel erg is. Jibril, de fans al shouted your name. Wat was het? Het was crazy for me. I was happy with it and I know they are behind me. So what I want is to come back and give back my community. You said you come back strong. Yeah. Isn't that a little bit hard for 1 year? Or is that possible? No, it's possible. I know I can do it. It's not my first time I have this. I know what I have to do. Come back. Did you talk with Kevin about it? Because he had also a very long injury. Yes. Actually, we talked about it. It's sad for me. I was also sad for him, but now we need to only work to come back. Yeah, and Lars Hutte made the goal. Everyone showed you. Can you show it? Yes. Your shirt, number 11. Yes. What did it do to you that everyone showed that number? I was happy, really. I wanted to cry, but I was happy with this, and I'm also proud of my team. What they do a great job today. They take the 3 points and we need it, so now I hope we can get it like this. Is deze overwinning ook een beetje voor Jibril? Ja, goed, tuurlijk. Kijk, weet je dat het een zware periode wordt voor hem wat hij doorgaat, waar hij doorheen gaat dadelijk in de school. Zeker, omdat het gewoon zo lang de tijd nodig heeft. Kijk, ik heb zelf gelukkig nog geen ervaring met deze blessure gehad, maar ja, goed, het lijkt me echt verschrikkelijk. En zeker op de manier hoe hij zag hoe hij bezig was. Hij was fantastisch bezig. En, ja goed, dat dan in het einde van het seizoen dat zoiets overkomt, ja goed, dat moet misschien goed komen zijn. Maar wat we al tegen hem gezegd hebben, hij moet ook in zijn koppie moet hij gewoon sterk blijven en in zichzelf blijven geloven. En dan zal hij sterker terugkomen, absoluut. Nog 5 finales. Ja, zeker. En goed, je zag vandaag ook dat het stadion vol zat. Dat is voor ons dat alleen maar lekker. We hebben nu in deze momenten hebben we de steun van de supporters hard nodig. Dus ja, we hopen eigenlijk dat het staat. Een enorme positieve boost aan ons. Dus ja, ook compliment aan de fans. We doen het allemaal samen en ja, goed, dit verdienen zij ook. Dankjewel, Sanne. Jibril, you want to say something to the fans for all the support? I can only say thank you and thank you. Dankjewel. Thank you.
in.